Welkom bij deze video van het programma Veenweide Krimpen en Waard. We gaan het hebben over de uitvoering. En dat doe ik met Harm Niersman van het programmabureau Veenweide Krimpen en Waard. Ja, Marcel. Dankjewel. Hallo. Wat doe jij precies? Wat is jouw rol bij het programmabureau? Nou, ik ben technisch manager bij het programmabureau Veenweide. En ik ben daarmee ook wel verantwoordelijk voor het opstellen van de plannen. Zodat ze ook uitgevoerd kunnen worden. Nou, we gaan het hebben over de uitvoering, dus dat is mooi. Jullie gaan allerlei werkzaamheden doen in de gebieden die nu aan de beurt zijn. Kun je iets vertellen over wat voor soort werkzaamheden dat zijn? Nou, we gaan grondwerkzaamheden doen. En daarnaast gaan we ook kunstwerken aanleggen, zodat we het water, de waterstromen kunnen reguleren. Mm-hmm. We gaan recreatiepaden aanleggen. Ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste zaken. Ja. Kunstwerken, dat moet je misschien even uitleggen, want dat is in jullie wereld of in onze wereld heel gebruikelijk om dingen kunstwerken te noemen. Maar noem eens een paar voorbeelden daarvan. Nou, een voorbeeld van kunstwerken zijn stuwen of duikers, beschoeiingen. Dat soort zaken noemen wij kunstwerk. Bruggen natuurlijk ook. Ja. Je noemde grondwerkzaamheden. Aan wat voor grondwerkzaamheden moet ik denken? Nou, een van de belangrijkste grondwerkzaamheden die we gaan uitvoeren zijn het aanleggen van pijlscheidingen. En pijlscheidingen zijn eigenlijk bedoeld, nou ja, het woord zegt het al, om het waterpeil tussen twee verschillende polders te scheiden. Zodat je waarschijnlijk aan de ene kant het op een ander pijl kan houden en op een aan de andere kant. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. En dat is hier in dit gebied best een lastige klus. Omdat we hier in een veenweidegebied zitten. En veen is niet echt een waterdicht materiaal. Mm-hmm. He, dus om een pijlscheiding goed waterdicht te krijgen, daar komt echt wel even wat voor kijken. En dan moet je bijvoorbeeld grond aanvoeren of maak je dan een soort dijkje bijvoorbeeld? Ja, we voeren grond aan en met die grond maken we inderdaad een dijk. En die dijk die moet ook een bepaalde drooglegging hebben. En dat betekent eigenlijk dat ten opzichte van het hoogste waterpeil wat je denkt ooit te zullen hebben, dat grond ook nog eens 40 centimeter daarboven minstens is. Plus nog weer eens een keer een x aantal centimeter, zodat we voor 20 jaar niet terug hoeven komen. Right. Ja. Ja. Je had het over verschillende niveaus van water. Ja. Waar komt het water vandaan? Nou ja, dat water dat komt van verschillende kanten. Maar we zitten in de situatie dat we het niet alleen kunnen laten volregenen. De bedoeling is dat we het waterpeil gaan opzetten. En dat moet ook met, en dat noemen we zo, gebiedsvreemd water. En waarom noemen we dat gebiedsvreemd water? Dat noemen we zo omdat het de chemische samenstelling van dat water anders is dan het gebiedseigen water. Nou, en bij het inlaten van dat gebiedsvreemd water, via bijvoorbeeld de stuwen, dat doen we op een speciale manier via het radiatorsysteem. En dat radiatorsysteem dat is ervoor bedoeld, dat gaat langzaam als het ware zo het gebied in, via de sloten, een lange weg. En doordat het een lange weg aflegt, zal het de chemische samenstelling meer eigen maken van het gebieds eigen water. En waar komt het vandaan? Dus waar wordt het ingelaten? Uiteindelijk, in beginsel, wordt het ingelaten via de vrist. En dat hele systeem is dus om het langzaam te mengen met het gebieds eigen water, zoals exact, je zegt. Dus dat is best wel een zorgvuldige aangelegd iets, moet dat zijn. Jazeker, ja. Dus zorgvuldig over nagedacht. Ja, dat klopt. Zijn er nog andere dingen om op te letten als jullie in het gebied aan de slag gaan? Tijdens de werkzaamheden heb je natuurlijk transport. En dat is natuurlijk best zwaar. En we zitten in een zettingsgevoelig gebied. Dus we zullen daarvoor veel met rijplaat moeten werken. Dus dat gaan mensen dan ook merken en zien liggen? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Maar dat doen we dus om de ondergrond te beschermen en om niet te veel zettingen te veroorzaken. Je noemde al iets over recreatie, over de toegankelijkheid van het gebied. Kun je daar misschien nog wat voorbeelden van noemen? Wat voor dingen gaan jullie dan realiseren? We gaan wandelpaden aanleggen. En dan moet je je voorstellen dat die wandelpaden op locaties komen waar ook al bijvoorbeeld een pijlscheiding is.
Zo'n dijk zoals waar we het net over hadden. Juist, precies. Ja. En dat zo'n dijk die bestaat, ja, die heeft het uiterlijk van een graspad. Ja. Dus dan kan er gewandeld worden over een graspad. Nou, en daarnaast zullen we ook wat vogelkijkschermen aanleggen. Nou, we zitten in een waterrijk gebied, dus soms moet er een sloot gepasseerd worden. Nou, daar kan daar een loopplank liggen. En in één geval zelfs een trekpontje. Spectaculair. Ja. Ja, ja. Ja, dat is best spectaculair. Maar nou ja, ik denk dat dat best wel aantrekkelijk is om door het gebied te gaan wandelen. Ja. Ik vraag het aan iedereen, Harm, dus ik vraag het ook aan jou. Als je in het gebied wat nu ontwikkeld wordt terugkeert over 2 of 3 jaar bijvoorbeeld. Wat verwacht jij daar dan tegen te komen of te zien? Een veelheid aan plantensoorten en aan insecten. Dat is eigenlijk het belangrijkste waar we het voor doen. En daarnaast natuurlijk ook weidevogels. Dat die zich hier thuis voelen. Ja. Okay. Dankjewel, Harm, voor deze uitleg. Dit was de video over de uitvoering. Heb je nog vragen? Ga dan naar www.veenweide-krimpenewaard.nl. En wil je dan nog iets weten? Stuur dan gerust een mail naar info@veenweide-krimpenewaard.nl. Tot ziens!